Yo, what's up mensen, welkom bij een nieuwe video vandaag en ik ben Sofian en het is zaterdag. Welkom bij een nieuwe video, ik hoop dat jullie allemaal een hele leuke week hebben gehad. En vandaag wordt een beetje een andere video dan normaal, want normaal doe ik... Wat doe ik normaal eigenlijk? Normaal, ik heb niet een normaal iets. Vandaag wordt gewoon weer een video van mij, maar het wordt een praatvideo, dus jullie gaan even lekker naar mij kijken. Wat natuurlijk niet erg is, want ik ben net naar de kapper geweest dus. Misschien hebben jullie al gemerkt dat er hier en daar een video niet is geüpload. Die video werd te laat geüpload. Over mezelf. Ik heb vorige week geen video geüpload, vorige week zaterdag. En dat is omdat ik op trainingskamp was. En ik had wel beelden gemaakt. Ik had een video opgenomen met Amber, die komt misschien nog online. Maar ik had geen laptop. Dus ik kon ook geen video uploaden. Ik heb het gevoel dat iemand voor mijn deur staat nu. Maar dat maakt in principe niet uit, maar ik heb wel drinken. Ik was dus op trainingskamp, maar ik had dus geen laptop. Dat was een beetje het probleem. Dus daarom is er voor mij geen video geüpload vorige week zaterdag. En waar ik daarmee naartoe wil, zijn dat ik gewoon een paar struggles ga benoemen in de laatste maand van school. De laatste maand is net begonnen. Gewoon een paar struggles als studenten, als YouTubers. Die ik heb nu op dit moment met school, met YouTube, met sport, noem het maar op. En ik ga geen lijstje of zo maken. Ik ga niet struggle nummer 1 die iedereen heeft. Want het zijn alleen wij. Misschien ben alleen ik het. Maar ja, weet je, ik wil het wel gewoon kwijt. Het eerste waar we nu allemaal tegenaan lopen is tijd. Het is de laatste maand van school. Er zijn veel opdrachten. Er zijn veel stageverslagen die ingeleverd moeten worden. Herkansingen, tentamens. En nog meer dingen. Ik weet niet wat, maar er zijn nog heel veel meer dingen. Die allemaal in de laatste maand moeten worden ingeleverd. En... dat is nou eenmaal zo, daar kan je niks aan doen, dus dat moet gewoon gebeuren. Daarnaast hebben we natuurlijk dan nog de YouTube video's die ook nog erbij komen. Soms kan het dus wel eens gebeuren dat er iemand nog een tentamen heeft voor 3:30, maar dat de video nog niet helemaal af is. Dat daarom de video pas om 6:00 online komt. De school zou ook altijd voorgaan als wij een keer geen video uploaden, en ik ben heel onscherp, als wij een keer geen video uploaden, omdat ze iets met school hebben, dan is dat ook geen probleem. Dan zitten er ook geen consequenties aan ofzo, het is gewoon... er moet gewoon heel veel gebeuren. Ik heb deze week heb ik 4 deadlines. Ik heb 2 herkansingen. Ik heb een stageverslag en nog een project dat ik moet inleveren. Dat is gewoon veel. En daarnaast heb ik ook nog sport. En nog een YouTube video die ik moet editen. Dus dan schiet de video er soms bij in. Als je dan ook moet leren, dan stel dat het gebeurt, dan weten jullie wel waarom dat is. En het is niet omdat het... dat ze geen zin heeft ofzo. We zullen nooit de video niet uploaden omdat we even geen zin hebben erin. Of omdat we even geen behoefte hebben aan YouTube. Want we hebben wel, want we vinden het allemaal heel leuk, want anders zouden we niet hier zitten. Eigenlijk alles wat ik kwijt wil, gewoon even kwijt dat het gewoon druk is met school. En dat jullie gewoon je best moeten doen voor school. Zorg ervoor dat je je schooljaar haalt, want dat is ook belangrijk. Dan ga ik nu weer verder met leren. En dan zie ik jullie volgende week. Volgende week een rondleiding op Vrijlemaburg. Voor de video van Michelle over onze social media accounts, dat kan je even hier klikken. En voor de video van Julian over de Ramadan, is ook wel leuk, dat kan je even hier klikken. En als je wilt abonneren, dan moet je natuurlijk op... mijn gezicht klikken. Dan zie ik jullie volgende week weer opnieuw. Zaterdag 4:00 dit kanaal. Bye.